Wij zitten hier in een bijgebouw van de Nederlandse Vormde Kerk, genaamd de Lambertuskerk. En in de Lambertuskerk is vandaag eigenlijk een bijzonder feit. En ik heb hier bij me zitten de heer Willem van der Weert. En de heer Willem van der Weert die is jaren met het archief bezig geweest, heeft hij mij verteld. Willem, hoe ben je zo gekomen om met het archief te starten? Ik ben 8 jaar diaken geweest en sindsdien weet ik dat het archief een puinhoop was. We hebben alles opgeruimd, alles op orde gebracht. Van de archiefdienst in Kampen dozen gehaald, 42 stuks en alles is nu op zijn plek gekomen waar het hoort. En zodoende is ook die geschiedenis van de klok. Die zit ook in een doos en daar las ik dat er vroeger een andere klok gehangen heeft. En die hebben we boven water gehaald bij een museum in Zwolle. Hoe lang ben je hier wel niet mee bezig geweest, Willem? Want gezien de historie die je allemaal achter zit, lijkt me toch een elend. Vertel er eens wat van. In 81 ben ik de jaren geweest tot 8 jaar. En toen hebben we altijd al gezegd, we moeten het archief moeten we een keer aanpakken. Want dat kan zo niet. En toen ik na 8 jaar de jaren niet meer was, ben ik naar het archief gegaan om te vragen wat de beste manier was. En zodoende heb ik daar 42 dozen aan geschaft en toen alles geordend. Toen je kwam, wat trof je toen aan? Nou ja, alles in vuilniszakken en sinaasappel dozen, alles lag door elkaar. Maar alles heeft nog een bepaalde plek. Al dozen hebben een nummer. En ik heb het naar catalogus en daar kun je alles vinden wat erin zit. Notulenboeken van verenigingen, van mannenverenigingen, vrouwenverenigingen, knapenverenigingen. Die zitten allemaal, elke vereniging heeft een doos. Gebouw heeft een doos, kerkenraads heeft een paar dozen, kerkvoordij heeft een paar dozen, diaconie heeft een paar dozen. En met akten en koopakten en ja, van alles zit erin. Maar die klok, die kwam ik tegen, nee, ik zeg maar, die moet ook op de plek gebracht worden waar het hoort. En die stond in Zwolle, die hoort hier in de toren en niet in Zwolle. Helemaal gelijk aan. En toen is het gebeurd? En toen ben ik op zoek gegaan in Zwolle. Allerlei museums heb ik afgelopen. De melkwerk, daar stond hij eigenlijk. Maar melkwerk wisten ze niks van de ding af. Er is een oude pastoor geweest in Nijverdal. En die van alle klokken in Overijssel heeft hij een opschrift gemaakt. En daar staat de klok hier ook bij. Met opschrift en alles. Dus met dat opschrift kon ik naar een museum gaan en toen kon ze hem vinden. Niemand wist het. Bij het museum wisten ze niet meer. En later heb ik een commissie gevormd om een reproductie van te maken. Nou, dat is gebeurd. Maar er is een verhaal. En toen was je zover, toen dacht je van, ja, maar dit kan ik niet alleen meer. Ik moet die mensen bij me trekken die mij helpen. Ik moet een timman hebben, ik moet een schrijver hebben, dat is Prins. En een timman, Jan Knol. En iets van de ambtenaren, dat was Lamme Kracht. Nou, en Albert Boeg, hij was van dorpsbelangenvoorzitter. Ik dacht, ja, dan moet Boegje met elkaar, en met elkaar kunnen we doen. Fantastisch. Willem, we hebben een heel leuk gesprek gehad over het archief waar jij jaren in hebt gesnuffeld en getrokken. We gaan nu over naar de werkelijkheid, eens even kijken bij de klok. Oké. Ze hebben mij verteld, u bent de initiatiefnemer van het klokkenstoel wat in elkaar gezet is. Kun je er ons iets van vertellen, Jannes, hoeveel werk en wie het initiatief heeft genomen over dat ding? Ja, ik heb zelf voorgesteld om die klokkenstoel te maken, want dat ding dat kost ook een heel bedrag.
En nu is het het hout is beschikbaar gesteld door de houtburg. Dat heeft al jaren heeft dat daar gelegen, dat is al mooi opgedroogd. En toen ben ik een paar maanden geleden ben ik begonnen met die klokkenstoel te maken. En dat heb je gewoon bij jezelf thuis gedaan of in een werkplaats bij iemand? Nou, ik heb zelf een werkplaatsje thuis, dus daar heb ik dat gedaan. Daar heb ik de machines ervoor staan. En er zit gigantisch veel werk in. Er zitten 36 pin- en gatverbindingen in. Nou ja, in een normaal kozijntje zitten er maar 4 in, dus dat is gigantisch veel werk. Ja. Is het zo dat er geen gaten geboord mogen worden in die stoel? In de oude klokkenstoel mochten we geen gaten boren. En we hebben de nieuwe klokkenstoel vastgezet met boten door de bestaande gaten heen. Dus er is niks aan veranderd. Aan de... En wie neemt zo'n beslissing dat niet mag? Is dat van de gemeente of? Dat wordt door de gemeente in samenwerking met een constructeur wordt er bepaald wat er wel en niet mag. Die beoordelen van... komen die ook kijken en controleren? Ja, die zijn er geweest. Die hebben alles nagekeken. En we wilden het eerst anders doen met een console aan de muur van de kerk, maar dat ging niet door. Hij mocht niet vast aan de toren komen. Alleen aan de oude klokkenstoel. Nou, ik heb hem nog even gezien. Het was, hij zag er mooi en netjes uit, Jannes. Van harte, het is een compliment, hè. Tot zo. Ja, ik hoop dat hij er straks in hangt. Wij zitten hier met z'n tweeën bij de Angelusklok. En de Angelusklok dat heeft een hele historie achter zijn rug. En zoals ik gehoord heb, heeft hij een hele reis gemaakt. Hij is nu hier ter plekke in de kerk aanwezig. Kan u er iets... Ik zeg iets. U kan er heel veel van vertellen, neem ik aan. Dus ik zou zeggen, brand maar los. Spreek ik namens de werkgroep Angelus Dominee van Wilson over deze... klok die in 1477 gegoten is door Jan Giesbers zoon van beroep potgieter. Deze is in deze kerk gehangen voor het gebruikelijke oproepen tot gebed. Omdat het vroeger een katholieke kerk was, hè? Ja, nu zeggen we katholieke kerk. Vroeger was dat gewoon de christelijke kerk in deze kontrijen. En tot de reformatie is het gewoon de christelijke kerk geweest. Daarna heb je de scheiding gekregen in Rooms-Katholiek en Protestant. En dat is ook het moment geweest waarvan we aannemen, de reformatie, omstreeks 1600, dat er afscheid van deze klok is genomen. En toen heeft deze klok plaats moeten maken voor een veel grotere klok, een klok van 547 kilo. Het probleem voor de protestanten was, zullen we maar zeggen, dat met het oproepen tot gebed Maria te veel vereerd werd. Hè? Dus geëerd werd wat ze dus volgens de protestanten dus niet verdiende. In ieder geval weten we wel zeker dat hij in 1831, dus dan ben je alweer meer dan 200 jaar verder, een veerbel was. Want er is een document waarop staat dat de veerbaas, hè, die hierachter bij de losbal overzetten naar de andere kant. En daar was die bel voor. Toen was dus zeker deze bel was de veerbel. In 1880 is die op de een of andere manier vernield, beschadigd geraakt, naar wij aannemen, en wat ook wel beschreven staat, door blikseminslag. En sinds vorige week vragen we ons nog af, dankzij een opmerking van de klokgieter Woudi, dat die barst die hierin zit, dat die niet door een directe blikseminslag heeft plaatsgevonden, maar op een andere manier. Maar het is vrij zeker dat de oorzaak van de vernieling van deze klok wel met een blikseminslag te maken heeft. Het is wel interessant als je in de graafschap Kampen op nummer 17 kijkt, dan zie je boven in de gevel een klokje hangen. Dat is de plaats waar Wegewart, de grote klok die er nu hangt, heeft gegoten.
tussen 1611 en 1831 is er een moment geweest waarop dus deze gedegradeerd is, zullen we maar zeggen, Angelusklok tot platvloerse veerbel. Want vanaf 1685, geloof ik, is er een officieel veer tussen Wilsum en het Onderdijks. Maar daarover is eigenlijk heel weinig bekend. Willem van der Weert, die een beetje de archivaris is van de hervormde gemeente hier, die zegt van ja, dat is in de geschriften is dat eigenlijk niet terug te vinden, omdat er boeken ontbreken, helaas. We zouden misschien nog de archieven van de gemeente na kunnen pluizen, want voor 1795 was er eigenlijk geen onderscheid tussen de burgerlijke gemeente en de kerkelijke gemeente. De Fransen die hebben juist die scheiding aangebracht, waardoor er een duidelijk onderscheid is ontstaan tussen burgerlijke gemeente en kerkelijke gemeente. Dat is bijvoorbeeld terug te vinden in de toren. De torens zijn in heel Nederland vanaf dat moment eigendom geworden van de burgerlijke gemeente. Het was dus de gemeente Wilsum toen. En de kerkelijke gemeente die werd dus eigenaar van het kerkelijke gebouw. Dat is wel heel apart hier, want als je naar de toren wilt, dan moet je hier door de kerk. Heel apart, deze toren heeft geen buiteningang. Dus ook als je iemand naar de toren wil, om de klok te herstellen of bij te stellen of te luiden of wat dan ook, dan moet hij door de kerk. Dus in 1880 is deze klok vernield, door wat voor oorzaak dan ook. En toen moest dus de gemeente Wilsum, die moest een nieuwe veerbel hebben. En daar hadden ze geld voor nodig. En wat moesten ze met die kapotte klok? Nou, die is toen te koop aangeboden. En hij is toen ook verkocht aan een vrij nieuwe organisatie. Dat is de Vereniging Overijssels Recht en Geschiedenis. En die vond dit een geweldige mooie aanwinst, deze kapotte klok. En dus ze betaalden er ook aan de gemeente Wilsum 75 gulden voor. Nou, dat is een aardig bedrag in die tijd geweest. Ja. Ruim 10 jaar geleden, toen kwam Willem van der Weert, kwam een boekje tegen waarin iets stond over klokken in Salland. En daarin werd dus een gebarsten klok uit Wilsum genoemd. Toen is hij dus naar, die zou dus volgens de schrijver van dat boek, en dat was de Raaltense pastoor Rientjes, bijzondere man, die was ook geschiedkundige, hè, dus niet alleen pastoor, maar hij was ook geschiedkundige, hij was lid van de VORG. En een aardigheidje is misschien dat hij de biechtvader was van kardinaal Alverink. Dus de man had in kerkelijke kring ook nog een aanzien of niveau, hoe je dat dan ook moet zeggen. Dus Willem met iemand van het museum heeft alles afgestruind en ja hoor, en zo noemen wij dat nou maar even, in een stoffig hoekje op een plank stond deze oude klok. Wat willen wij, de werkgroep, graag dat deze klok hier een permanente plaats krijgt. Zodat we een combinatie krijgen van luiden van de klok en het tonen van de oude klok. Zodat je dus een stukje religieus, cultureel erfgoed hier beschikbaar hebt voor, laten we zeggen, publiek, langs fietsende toeristen. Of mensen die hier langs wandelen. Het is dus de bedoeling dat straks die nieuwe klok in de toren komt te hangen. En krijgt die ook een echt werkelijke functie? Dat was een eis van de gemeente Kampen. Als ze toestemming zouden geven voor het ophangen van zo'n klok in de toren, dan moest hij ook een functie hebben. Dus hij moest gehoord kunnen worden. Het ziet er hartstikke leuk uit. En we hopen dat het ook een hele mooie functie krijgt. Gelijk met die andere klok. Meneer Prins, u hebt een hele historie verteld. Hartelijk dank hiervoor. En we zullen hopen en zien hoe dat zich ontwikkelt. Ja, dat doen we met elkaar.